Hallo en leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Giorgio en in deze video ga ik jullie mijn kubuscollectie laten zien. Van tevoren wil ik jullie even vragen om te abonneren op mijn kanaal. Daar doe je mij een heel groot plezier mee en dan gaan we nog meer toffe video's maken in 2019. Ik ga deze video eigenlijk beginnen met de kubussen die ik als eerste heb gekocht en de kubussen die ik als laatste heb gekocht als laatste. Ik weet eigenlijk niet helemaal precies meer welke het zijn, maar ongeveer zou ik het nog wel weten. Veel plezier! De kubus die ik als allereerste heb gekocht slash gekregen, dat is natuurlijk de 3x3. Niet precies deze 3x3, want ik had eerst een andere gewoon van de speelgoedwinkel. Maar gewoon de 3x3, dit is de Valk 3 die ik ook in een andere video heb laten zien. En ja, toen ik deze op heb weten te lossen, toen is eigenlijk een beetje mijn kubus gekte gestart. En toen ben ik er helemaal diep in gaan duiken en nog meer toffe kubussen gaan kopen. Het eerste wat ik toen heb gekregen van iemand anders die het tof vindt dat ik hem op kon lossen, is de 2x2. Van mijn vriend Laurens heb ik die gekregen. Die wist dat ik de 3x3 op kon lossen en die zag deze toen in de winkeltje. En ja, toen heb ik deze, deze gekregen. Kon ik ook vrij snel oplossen. Ja, toen ik dat eenmaal kon, toen wilde ik eigenlijk gewoon een stapje verder. De 4x4. En het heeft me echt even extra gekost om die op te leren te lossen. Je hebt natuurlijk een aantal parity cases, die zijn best wel moeilijk in het begin. En ja, nou ja, dat is dus de 4x4. Toen ik die eenmaal op kon lossen, ja, toen wilde ik echt veel meer en veel andere kubussen ook gaan kopen. Wat ik toen eigenlijk eerst heb gedaan, voordat ik kubussen in andere vormen ben gaan kopen, ben ik de 5x5, de 6x6 en de 7x7 heb ik die gekocht. Nou ja, toen ik, dat zijn natuurlijk kubussen die zijn eigenlijk, bij elkaar zijn ze niet moeilijker dan de 3x3 en 4x4, maar wel veel meer werk. En nou ja, daar kwam ik toen ook achter. En toen ik wist hoe ik deze op moest lossen, toen wilde ik ook echt kubussen die anders waren. Die niet meer precies hetzelfde, precies hetzelfde principe als de 3x3 en de 4x4 hadden. Dus toen ben ik kubussen in andere vormen gaan kopen. Volgens mij is toen een van de eerste die ik heb gekocht de Mirror Cube, omdat die ook wel echt een andere vorm aanneemt en daarna net wat moeilijker of wat anders is. Vind ik nog steeds een hele coole kubus trouwens, omdat die gewoon zo van vorm verandert en zo, ja, echt zo'n hele rare vorm krijgt. Wat ik daarna, of net volgens mij zat bij dezelfde bestelling eigenlijk, zat deze, de Rubik's, hoe noem je dit ding eigenlijk? Matje, Rubik's. Anyway, andere puzzel. Nou, die vind ik nog steeds leuk omdat het ook van Rubik's is, maar dan net een, ja, net een ander principe. En even kijken, hoe is die ook weer? Oh ja, zo. Ja, dit blijf ik gewoon een cool ding vinden. En ja, die heb ik toen dus gekocht. Even kijken, wat zat erbij? Volgens mij zat mijn mijn Pyraminx zat ook bij die bestelling. Een kubus die ik nog steeds leuk vind, omdat die echt anders is dan de 3x3. Ik wil ook nog steeds zo'n 4x4 Pyraminx. Die ga ik binnenkort ook wel kopen. Even kijken, wat zat er verder bij? Oh ja, rond die tijd heb ik ook mijn Barrel Cubes gekocht slash gekregen. Nou, de kubussen deze zijn in principe zijn ze niet heel anders. De kleuren zijn hier rondom en hier zijn de kleuren in stukken. Daarom moet je ze iets anders oplossen, maar ja, grotendeels zijn ze hetzelfde. Ook de parity cases zijn hetzelfde. Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, toen dacht ik van, goh, ik wil een 3x3 of een mirror cube, maar dan een Siamese maken. Nou, in een van mijn vorige video's hebben jullie ook wel gezien dat dat niet helemaal gelukt is. Het is wel een cool ding. Ik heb eigenlijk echt nog steeds geen idee hoe ik hem oplos, maar mijn zelfgemaakte Siamese mirror cube, die staat er dus ook bij. Het is eigenlijk fout gegaan omdat ik te veel stukken aan elkaar heb gelijmd, waardoor ik geen enkele van de middenlagen meer kan draaien. Maar ja, nog wel een leuk ding. Even kijken. Oh ja, de Void Cube, die heb ik ook rond die tijd gekocht. Blijft een leuk kubus. Eigenlijk niet moeilijker dan de 3x3. Volgens mij zit er niet echt parity in. Nee, volgens mij niet. Niet moeilijker dan de 3x3, maar altijd wel enigszins interesting, omdat je er ja, iets doorheen kan doen. En dat die van binnen hol is, blijft leuk. Wat hebben we nog meer? Oh ja, de F2L kubus. Dat is eigenlijk een van mijn oude Rubik's Cubes. Een oude Shengxiao Speed Cube. Die ik, waar ik stickertjes van af heb gehaald. Hij was toch al een beetje kapot aan het raken. Daar heb ik toen de stickertjes van afgehaald. Zodat ik er F2L mee kon oefenen. Dus ja, dat. Even kijken, hoe doen we dat ook weer?
Nee, dus ik vergeet het altijd. Ja. Zo, rond die tijd heb ik ook. Oh ja, mijn Gearcube, die heb ik daarna gekocht. Dit ding blijf ik echt super cool vinden. Gewoon door al die bewegende delen. Het is een super makkelijke puzzel om op te lossen, daar niet van. Maar ja, het blijft gewoon een tof ding. In dezelfde bestelling heb ik volgens mij ook mijn 2x3 besteld. Nou, dat vind ik. Het is best wel cheap ass versie dit eigenlijk. En je voelt ook een beetje iffy. Leuke, makkelijke, simpele kubus die ik er gewoon even voor de heb bij wilde hebben. Wat hebben we nog meer? Oh ja, de Fisher Cube. Dit blijft ook altijd een leuk ding. Ik vind het leuk als kubussen wanneer door elkaar gehusseld, dat ze dan van vorm veranderen. En dat heeft de Fisher Cube, dus dat vind ik leuk. Het is ook eentje die lekker smooth draait. Ja, deze voelt juist weer niet als een cheap ding. Dus ja, zoals jullie weten is het altijd een beetje gok wat je van AliExpress krijgt. Soms krijg je een die is redelijk cheap. En soms krijg je de een die voelt gewoon echt als een goede, bijna een echte Rubik's Cube aan. Wat hebben we nog meer? Oh ja, deze puzzel die heb ik van iemand gekregen. Ik heb hem nog nooit op weten te lossen. Peter's Black Hole heet hij. Ik zie af en toe zie ik wel eens filmpjes op internet. Ik probeer hem nog steeds wel eens op te lossen, maar het lukt me echt niet. Het is de bedoeling dat je alle sterren aan de binnenkant of aan de buitenkant krijgt, volgens mij. En dan, nou, het zijn in ieder geval blokjes die in dit geraamte zitten. Ik heb echt geen idee hoe ik hem oplos. Gekregen van een maatje van me die hem van een zeeboot had gehaald. Die daar lag. Nou ja, als jullie weten hoe je dit ding oplost, vertel het me alsjeblieft, want ik heb geen idee. Ik vind het wel een tof ding. Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, de Megaminx. Dit blijft echt een van mijn lievelingspuzzels. Ook omdat gewoon deze Sheng Xiao die draait gewoon lekker. En ja, het is gewoon een leuke puzzel om op te lossen. Dat is eigenlijk gewoon dezelfde techniek als de 3x3, maar dan duurt hij net wat langer. En ik vind de vorm wat meer impressive. Dus ja, ik hou echt van deze puzzel. Deze vind ik echt cool. En dan zijn we volgens mij alweer bij de laatste puzzel aangekomen. Ook een van mijn laatste videotutorials, de Axis Cube. En dit vind ik dus ook echt een van de coolste, omdat hij echt zeg maar niet een klein beetje van vorm verandert als je hem door elkaar hulst, maar gewoon compleet. Dus ja, het wordt echt een hele rare kubus en dat vind ik leuk. En ja, daar ook van. Dat vind ik leuk om op te lossen. En dan is het zo super onoverzichtelijk. En als je hem dan weer op hebt gelost, ja, dat is eigenlijk weer gewoon een normaal vierkantje. Dat vind ik het leuke eraan. Ja, dus dat was eigenlijk tot hiever mijn video over de kubussen die ik heb. Dus ja, ik heb een hoop nieuwe dingen besteld op AliExpress. Dus we gaan in het nieuwe jaar gaan we weer een hoop nieuwe filmpjes maken met een hoop leuke dingen. En ik heb ook nog wat andere dingen op het programma staan, zoals wat bestickerde kubussen die ik zelf ga maken. Ik ga ook jullie leren hoe je die zelf kan maken. Dus dat gaat ook leuk worden. En voor nu wil ik jullie een hele fijne jaarwisseling wensen. Veel plezier met oud en nieuw. Doe voorzichtig met vuurwerk. En ja, tot in 2019, waarin we weer heel veel toffe cube dingen gaan doen.